Deze beschouwing die gaat over uh, tof Bijbel lezen. En vandaag gaan we het hebben over Matthäus 20. Ik ga mijn dochter zo gek proberen te krijgen dat ze het voorleest. En als dat gelukt is, dan hoor je nu haar stem. For the kingdom of heaven is like unto a man that is a householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. and when he had agreed with the labourers for a penny a day he sent them into his vineyard and he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace and said unto them go ye also into the vineyard and whatsoever is right i will give you and they went their way again he went out about the sixth and ninth hour and did likewise and about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and said unto them, Why stand ye here all the day idle? They say unto him, Because no man hath hired us. He said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive. So when even was come, the lord of the vineyard said unto his ste steward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny. But when the first came, they supposed that they should have received more, and they likewise received every man a penny. And when they had received it, they murmured against the good man of the house, saying, these last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. But he answered one of them and said, Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Take that thine is, and go thy way. I will give unto this last even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will? with mine own is thine eye evil because i am good so the last shall be first and the first last for many be called but few chosen nou dat was hem in het engels dan ga ik hem nu voor je voorlezen in het Nederlands uit de Statenvertaling Nieuwe Testament, Matthäus 20. De statenvertaling is de vertaling die in 1618 zo'n beetje is gepubliceerd. Dat was acht jaar na de Koning Jacobus-Bijbel. de King James, zeggen de Engelsen. En wij wilden niet achterblijven bij die Engelsen. En we waren ook allemaal protestanters. Dus wij wilden net als die Engelsen... een Bijbel voor onszelf hebben... in onze eigen taal. Dat was uniek, hè? Dat was helemaal niet. Ja, er zijn mensen geweest... die hebben geprobeerd om... de Bijbel in de taal... van het volk... waar ze maar woonden... Hè? Duits of Engels... of Tsjechisch... Of, eh, te verspreiden. Maar die werden enorm... tegengewerkt door de... De overheerser, door Babylon, door Rome. Ja, met Luther kwam er dus een revolutie, de beeldenstorm en de katholieke kerk die is enorm veel grond kwijtgeraakt. En al dat gebied dat werd protestanter, protesteerde. De Lutherse Bijbel die is niet zo heel denderend. De King James Bijbel is geweldig. Dat geldt nog steeds als de standaardvertaling. Het enige waar je het over kan hebben zijn manieren waarop het verwoord is. Dan kan het moderner gaan verwoorden. De, er zijn nogal wat mensen die al die moderne versies van de King James helemaal niks vinden. Al was het alleen maar omdat je ze niet nodig hebt. Je moet alleen weten wat er bedoeld werd in die dagen met die woorden. Nou, hetzelfde geldt voor de statenvertaling. Dat is keurig Nederlands. Dat klinkt een beetje ouderwets, maar. Ja. Nou, dan ga ik hem nu voorlezen in het Nederlands uit de statenvertaling: Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning desdaags, zond hij hen heen in zijn wijngaard. En uitgegaan zijnde omtrent de derde uren, zag hij anderen ledig staande op de markt. En hij zeide tot dezelfde, gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen. Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende uren, deed hij desgelijks. En uitgegaan zijnde omtrent de elfde uren, vond hij anderen ledig staande en zeide tot hen: Wat staat gij hier den gehele dag ledig? Zij zeiden tot hem: Omdat niemand ons gehuurd heeft. En hij zeide tot hen: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatste tot de eerste. En als zij kwamen die ter elfde uren gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En de eersten komende, meenden dat zij meer ontvangen zouden. En zij zelven ontvingen ook elk een penning. En dien ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen de Heer des Huises. Zeggende: Deze laatsten hebben maar één uur gearbeid. En gij hebt ons gelijk gemaakt die den last des daags en de hitte verdragen hebben. Door hij antwoordende zeide tot een van hen: Vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij het niet met mij eens geworden voor één penning? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten ook geven, gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Al zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Mooi is deze, hè? Met al die bijbelkritiek mensen, die zullen hier niet snel over beginnen. Uh, punt 1, uh, Waar slaat dit op? Het <laughs> is een leuk verhaal natuurlijk. Hè? Maar wat is dit nou? Waarom is dit belangrijk? Nou, het is een antwoord van Christus op de vraag: Wat het Koninkrijk der Hemelen is. Want Christus heeft het daarover. Niet alleen op deze plek, maar op nog veel meer plekken. In Marcus dacht ik. ik. Pak hem er even bij hoor. Marcus 9, dacht ik. Ja, hier staat in Marcus 9. Als eerste vers en hij zeide tot hen zijn volgelingen: "Voorwaar, ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die dan dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben, totdat zij zullen hebben gezien dat het koninkrijk Gods met kracht gekomen is." En ik denk dat je hier gevoelig mag stellen dat het koninkrijk Gods gelijk is aan het koninkrijk der hemelen, want er is maar één God en er is maar één hemelen. Hashemayim heet dat wel. In het Hebreeuws staan. En dat is een koninkrijk. En Christus zegt dat dat koninkrijk der hemelen, dat is met, uh, wat is het, met, met kracht gekomen. Het koninkrijk der hemelen heeft kracht, het heeft power. En dan wordt er aan Christus dus gevraagd, van, ja maar wat is er dan aan het komen, hè? Wat is dat dan, het Koninkrijk der Hemelen? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, zegt hij, het Koninkrijk der Hemelen is gelijk een heer des huizes. Die blablabla. Bla 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 bla. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk een mens. Een mens die eigenaar is van een wijngaard. En die mens, die heeft arbeiders nodig. Want die kan al die druiven niet zelf plukken. Staat hier niet zo, met zoveel woorden in. Maar jij kan je wel voorstellen dat een eigenaar van een wijngaard. Eh, die gaat niet al die druiven zelf plukken. Want is hij veel te lang bezig. En dan zijn de dus druiven straks beschimmeld. Dus er moet even kei, keihard aangepakt worden. Dan heb je arbeiders van nodig. En dat geldt dus voor het Koninkrijk der Hemelen. Dat is dus gelijk een werkgever. Dus het Koninkrijk der Hemelen is naar jou op zoek om te gaan werken. In de Wijngaard. In dit geval dan, hè? in de Wijngaard. Dus. Het koninkrijk der hemelen, dat met uh, kracht gekomen is. En wat je moet inzien. Want in Marcus 9 zegt hij dus: sommigen van u zullen de dood niet smaken. Dus sommigen van u zullen voordat ze sterven. zien dat het koninkrijk Gods met kracht gekomen is. Dit is een inzien wat je moet hebben. Dus hij tipt als het ware van. Als jij gezien hebt dat er een werkgever is. Dan heb je het Koninkrijk Gods gezien? Als je ziet dat het Koninkrijk der Hemelen gelijk is, een mens met een wijngaard. heeft arbeiders nodig. En die roept jou. Nou, en wat is nou de moraal van dit verhaal? Die man, die, wij, die, uh, die eigenaar van de wijngaard. Die man, die dus gelijk is aan het Koninkrijk der Hemelen, die heeft niet genoeg aan degene die hij als eerste geroepen heeft. Het, is die, het Koninkrijk der Hemelen ging naar de markt. Met de morgenstond ging dus het Koninkrijk der Hemelen uit om arbeiders te huren. Gelijk het begin van de dag. Maar vervolgens gaat het Koninkrijk der Hemelen daarna nog een keer uit. En daarna nog een keer. En daarna nog een keer. En daarna nog een keer. Nog een keer. In totaal, dus uh, s morgens vroeg, dat is één keer. En dan drie uur later, nog een keer, dat is twee keer. Dan uh, nog drie uur later, dat is zes uur. En dat is dus drie keer. Dan het negende uur, dat is dan vier keer. En dan ook nog op het elfde uur. Als vijf keer. En met die eerste had hij een prijs afgesproken. En met die andere staat hier dan: uh, Ik zal je geven wat eerlijk is. Gaat ook gij heen in Den Wijngaard? En zo, wat recht is, zal ik u geven. Wat ik eerlijk vind. Nou, en wat vond hij nou eerlijk? Nou, hij vond het eerlijk dat iedereen hetzelfde kreeg. als degene die smorgens vroeg begonnen waren. Dat vond hij eerlijk. En die moet je snappen. Hier is best een dispuut over, hoor. Want wat is er nou eerlijk aan dit verhaal? Die mensen die dus als eerste gekomen waren, die zagen dat de laatsten als eerste betaald werden. En ze zagen dat de laatsten allemaal een penning kregen. En die gingen zichzelf rijk rekenen van, oh, als die laatste dan, oh, dan zullen wij wel uh, 300 penningen krijgen. Maar dat was dus niet zo. Ze kregen maar één penning, want dat hadden ze afgesproken. Ha, 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 ha. Hoe moet je dit nou rondmaken? Wat is hier eerlijk aan? Hier mag jij even over nadenken. Onder de Bijbel uh, leraren, studeerders. Ja, de een legt hier de nadruk op en de ander legt daar de nadruk op. Ik denk ook in het Calvinisme. Is dat die, uh, die, die meneer Calvijn? Dat die hier een andere. ...achterliggende boodschap bij heeft dan de Lutherianen. Dus het zou best kunnen. Ik denk dat je ook dit zo moet begrijpen, dat het... ...dit is niet bedoeld om het in één keer te snappen. Hier moet je even over gaan nadenken. Want hoe kan dit nou eerlijk zijn geweest... Want het is toch niet eerlijk om iemand die maar een uurtje gewerkt heeft, om die hetzelfde loon te geven als iemand die twaalf uh, uur heeft aan buffelen? Ja, een mogelijkheid is om ervan uit te gaan dat wat hier één penning wordt genoemd, dat dat een. Uh, uh, een oneindige beloning was. Oneindig veel. Even dus één penning is echt genoeg en je wil niet meer. Het is een, een totaal beloning, zullen we zeggen. En dan is het eerlijk. En je kan dat. Invullen door te zeggen dat als jij in die wijngaard gaat werken. dan zie je het koninkrijk gods met kracht komen. En dat is je beloning. Dan zie je het leven. Want dat is het koninkrijk der hemelen. Dat is de, de Elohim. Dat is degene die zich levendig bemoeit. Op deze aarde met ons. En dan maak je deel uit van het eeuwige leven. En het eeuwige leven is dan oneindig goed. Dus jij hebt dan weliswaar s morgens vroeg al staan buffelen. maar je beloning was dat je eeuwig zou leven. En degenen die er dan op het allerlaatste moment erbij kwamen. ja, maar die leven ook eeuwig. En als jij beseft dat het eeuwige leven. Uh, zo'n groot geschenk is, de, de, maakt het jou niet uit dat een ander dat hele grote geschenk ook gekregen heeft. Uh, want wat er hier dus staat, in, uh, vers 9, uh, en als zij kwamen, die ter elfte, wacht even. Nee, oh ja, en de eerste, daar staat hij, meenden dat zij meer ontvangen zouden en zij zelf ontvingen ook elke penning. En dan komt in vers 11. En dien ontvangen hebbende die penning gekregen, dat is die penning. murmureerden zij, en dat is natuurlijk ja, morren. En dan gingen ze morren tegen de Heer des huizes. En dat moet je niet doen. Want zo werkt God niet. Zo werkt de God van de Bijbel niet. En ieder die hem, en ieder die voor hem werkt, dat is het. Er is maar één loon: dat is namelijk dat je werkt voor God. En het is niet zo dat als je daar langer voor gewerkt hebt, dat je dan beter bent als iemand die net komt aankakken. Dat is wat ik eruit op maak. En zo kan ik het dan begrijpen dat het eerlijk is dat iedereen dezelfde beloning krijgt. Want het, het gaat natuurlijk niet letterlijk om een iemand met een wijngaard. Het is een voorbeeld. Wat Christus dus zegt is dat die, ja, die gelukzaligheid zit hem in het feit dat je dat koninkrijk God ziet komen en dat je zo Gods dankbaar bent dat je ervoor mag werken. En dat is je beloning. Zo moet je dit, denk ik, interpreteren. En, en voor iedereen die niet gelovig is... en die dat koninkrijk God nog niet heeft zien komen... en die niet snapt dat er een werkgever is... die staat ledig. En die doet maar wat. Op het moment dat zo iemand... Het wel ziet. En hij gaat aan de slag. Ja. Al is het bij wijze van spreken een uur voordat zijn leven voorbij is. Het, het verschil zit erin dat je het Koninkrijk Gods, de Koninkrijk der Hemelen, ziet voordat jouw lichaam sterft. Daar gaat het om. Denk aan het verhaal van het verloren schaap. Waarin gesteld wordt dat de schaapherder, en dat is dan dus God. Het koninkrijk der hemelen. Maar die is één schaap kwijt. En dan worden die 99 schapen die worden in de steek gelaten. Omdat het verloren schaap op dat moment, omdat het het verloren schaap is is belangrijker voor God dan die 99 volgelingen. Het hoort er dus ook bij. Het geeft je aan dat je in je leven niet kan zeggen van, nou, ik heb dit goed gedaan en ik heb dat goed gedaan en zit je zo, zo, nou ik zit geramd. Besef goed dat, uh, dat de mensen die dus, uh, hun leven maar aan een voorbij laten gaan en een beetje party like it's 1999. Ja, je kan die mensen niet veroordelen. Want je weet niet wanneer ze alsnog ook gaan werken en dan krijgen zij hetzelfde loon als jij. Er is geen verschil. En dat vind ik dus heel mooi aan het christendom, dat dit behoort tot het dogma. Dus dat je als christen niet kan zeggen dat al jij, omdat jij al gelovig bent, dat je meer loon zal krijgen dan iemand die dat nog niet heeft. En zo hoort dat ook te zijn dat jij... Uh, dat je dat snapt. In het boeddhisme wordt wel gezegd van degene die de verlichting bereikt, die is op dat moment omringd door iedereen die ook verlicht is. Dus iemand die verlicht is, die ziet alleen maar verlichte mensen. Dus niemand is meer een stommeling. Iedereen is verlicht. Iedereen is eigenlijk onthecht. En is perfect. Het lijkt er een beetje op. Het komt uit het Zen-boeddhisme, deze uitspraak, als ik het wel heb. En dat is dan weer een soort variant op... Wat Boeddha zelf heeft nagelaten. Maar je hebt dus als, als verlichte in dat boeddhistische dan, hè? jij bent dan verlicht en je ziet dan niet mensen die nog steeds gehecht zijn. Nee, je ziet alleen maar verlichte mensen. Dat is best apart. Of zo behandel je de mensen in je omgeving. Je behandelt ze allemaal als, oh, je bent ook verlicht. Dus je, je stelt jezelf helemaal gelijk. Erg belangrijk. Kijk, wat er hier op aarde gebeurt, dat is de materialisatie van een geest, van een wil. Er is een wil gaande, en die manifesteert zich, en in die manifestatie van die wil ben jij ontstaan. Als manifestatie van de wil. En jij kijkt naar de wereld. die ook een manifestatie is van diezelfde wil. Dat is heel bizar hoor. Want is, dit is de waarheid. En Christus was zich helemaal bewust van dat feit. Het is die wil die zich manifesteert. En die wil die zich manifesteert. dat is het koninkrijk der Hemelen. En dat komt met kracht. En jij kan dan zeggen, ja, maar we zitten tegenwoordig met die NWO, die Nieuwe Wereldorde. En er zit een goddeloze samenleving en. Uh, en waar blijft het onderzoek? Ja. Ik zou niet zo snel gaan denken dat jij het beter weet dan het Koninkrijk. Misschien dat jij een paar dingen over het hoofd ziet. Kijk, als je de Bijbel erbij pakt. Er staan nogal wat momenten in beschreven waarin uh, God het helemaal gehad had met uh, de, de menselijke cultuur. En dan denk ik aan de periode voor de zondvloed, En dan denk ik aan Sodom en Gomorra. Dan denk ik aan de Midianieten. Dan, nou, er zijn nog wat meer plekken waarin God een totale ja, uitroeien, een pure genocide heeft hij gepleegd. En wij zijn inmiddels niet meer in die dagen, dus het is allemaal veranderd, dat komt door Christus. Dus we kunnen in principe zeggen, alles is vergeven en vergeten. Of vergeven. De vergeving, daar gaat het om. Het is dus dat God, dus met ons nu een nieuw verbond heeft. En dat luidt. Nou weet je wat, we lullen er niets meer over. Uh, als je voor mij gaat werken, iedereen krijgt hetzelfde loon. Dan doen we verder niet meer moeilijk over. Niet meer kijken, uh, heeft de ene langer gewerkt dan de ander? Nee, allemaal hetzelfde loon. Uh, God wil godschuwelijk graag dat er gewerkt wordt in zijn wijngaard. Maar dan wel door mensen. Die snappen dat ze hetzelfde loon krijgen als degene die op het allerlaatst bijkomen wandelen. Want anders is het achteraansluiten. En nee, dan ben je de eerste niet. Nee, dan ben je de laatste. Want je hebt het niet begrepen. En dat is best erg. Dus het onderscheid zal blijven. Maar er vinden geen moordpartijen meer plaats. Dat. Ja, maar het, uh, in het boek Openbaring. <laughs> ja, daar. Uh, dat gaat nog wat worden. Maar dat worden uh, dingen, dat gaan wij mensen zelf doen. Daar zijn we ook lekker mee bezig om dat te doen. Het is net alsof wij denken van, oh ja, in het boek Openbaring staat dat er uh, dus een soort. Uh, was het ook weer? Een, een hoer moet komen. En op haar voorhoofd staan uh, allemaal godslastelijke dingen. En, uh, en die hoer, dat is de, de hoer van Babylon. En de kleuren zijn purpel en uh, scharlaken. En dan gaan wij gelijk denken: oh, en dan gaan we priesters maken. En die doen dan purpere en scharlaken gewaden aan. Oké, okay, wat moeten we nog meer doen? Dus net als wij het boek Openbaringen zien: als we, oh, dan gaan we dat doen. Dus het, het boek Openbaring is een, uh, ja, een, een beeld geschetst van de toekomst op basis van enorm veel mensenkennis. Wat gaat er gebeuren met de mensheid als God niet de Godtranse tijd de boel gaat lopen opruimen... met te zeggen, nou die deugen niet, die deugen niet, opruimen die handel. Nee, God houdt er even lekker voor een tijdje mee op. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan krijg je boek Openbaring. Dan krijg je... Uh, de, de Hoer van Babylon. De, de, een vrouw en die, die zit bovenop een beest. Is wat we nu hebben. Ja. En dat heeft Johannes. Johannes zegt dan: Het is de, de openbaring van Christus Jezus die ik ontvangen heb. Dus het is Christus die spreekt namens... Uh, well, ja, het is uh, Johannes die geschreven heeft namens Christus. Het is ook niet de openbaring van Johannes, het is de openbaring van Jezus Christus. Maar er komt geen wraak meer van God. Dat is, uh... dus waar het op neer gaat komen is dat die fijne wereldorde, die gaat lekker doorzetten. We gaan ons helemaal scheel betalen... Het wordt totale slavernij en iedereen zal zo bek af zijn dat niemand meer zin heeft in oorlog te voeren. En dat zullen we dan vrede noemen. Zo zal het ook in een geschiedenisboekje staan. Van toen en toen is de vrede aangebroken. Ja, dat was namelijk doordat we allemaal onze bezittingen kwijt waren. En je kan alleen nog maar ja en amen zeggen, anders word je op straat gezet. Dus iedereen wordt heel leidzaam, volgzaam. En dan krijg je toch nog oorlogen. Maar dan krijg je een wereldoorlog, een arme gen dan. krijg je een oorlog, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Het was echt iedereen tegen iedereen. Het is heel bizar. En na die oorlogen, door die oorlogen, krijg je hongersnoden. En door die hongersnoden, die oorlogen en die hongersnoden, en dan krijg je ziektes. Ja, dat lijkt me nogal wie dus. En wij zitten nu in de periode van die vrede. Die komt er dan nog aan. Nee, er gaat nog een hele tijd overheen. Maar al die tijd is het Koninkrijk Gods, het Koninkrijk der Hemelen, met kracht gekomen. Het, het komt nu. Het gaat dwars door. En neem zo'n Europese Unie, dat is puur slecht. Er is niks goeds aan de Europese Unie. Helemaal niks. Het heeft de handel tussen de lidstaten... Ja, die term alleen al staat ook nergens op. Maar het heeft de handel tussen plekken zoals Nederland en Duitsland bemoeilijkt. Door administratieve romslomp. Dank je wel, Europese Unie. En voor de rest kost het een belachelijk hoeveelheid geld. En je krijgt vervolgens. Um, daar, daar in Brussel maken ze ongeveer twintig nieuwe wetten per dag of zo. Het idiote dingen als de belasting op koolstofdioxide. Hoe verzin je het? Ja, want anders verzuipen we allemaal. Ja, hoe verzin je het? Ja, de EU is puur slecht. En onze regering loopt achter de EU aan. Het heeft geen enkele zin om nog te gaan stemmen. Ik zou niet weten waarom. Alle fut wordt uit ons weggezogen. Ze zijn nu al bezig om een wet in te voeren. Waarbij de overheid mag uh, ja, een vordering uit mag doen gaan en dan wordt. De hele jongere populatie, de jeugdige populatie van Nederland, die wordt ingespoten met een middeltje. En het is aan de overheid om dat in het geheim te beslissen wat er dan in dat middeltje zit. En wij mogen ook niet weten wat erin zit. Maar het wordt wel verplicht. En dat gaat goed, denk jij? Nee, dat gaat natuurlijk niet goed. Maar dat gaan ze doen. Daar zijn ze al mee bezig. En dat is natuurlijk belachelijk. Het is helemaal geen taak van de overheid om ons in te gaan spuiten met meuk. En al helemaal niet als wij niet eens mogen weten wat erin zit. En al helemaal niet als die meuk niet van tevoren getoetst is, getest is. En dan gaat het met name om lange termijneffecten. Als je een, een, een mens van een paar maanden oud, die ga je injecteren met, ja dat mag je dus niet weten, maar er zit dus iets in. Een werkzame stof. Ja, wat, wat, wat is de uitwerking daarvan? Ze zeggen dat je immuunsysteem er ongelooflijk van opknapt. Ja, ik laat maar even een pauze vallen. Maar wat is nog meer de uitwerking van dat spul? Los van het feit dat je moet geloven dat je immuunsysteem er beter van wordt. Maar wat, wat zijn die andere effecten dan? De bijwerkingen? En dan niet na drie maanden of vijf maanden, nee. Na twintig, dertig jaar. Je hoort dat soort dingen grondig te testen voordat je dat. Landelijk gaat inzetten. En wij we weten allemaal dat die dingen niet lange termijn getest zijn. En wij vinden dat normaal. Ja, ja. En wij vinden het ook normaal dat we niet weten mogen wat erin zit, want dat is auteursrechtelijk beschermd. Er zit een patent op of zo. Dus dat moet wel geheim zijn, want anders is het niet eerlijk. Ja, die dingen, daar kan je dan zien dat. dat wij behoorlijk ver afgedwaald zijn. En dat het koninkrijk Gods met kracht gekomen is. Want ik leef nog. Er staat ergens in de Bijbel van. Uh, wees niet in deze. Nee, wees in deze wereld en niet van deze wereld. Dat is wat steeds duidelijker zal gaan worden. De, we zullen in gaan zien dat toen wij als makke schaapjes akkoord gingen met het landelijk laten inenten van onze kinderen met spullen waarvan we niet eens wisten wat erin zat. Als dat besef bij ons komt, dat wij dat nooit hadden mogen doen. Waar dan nooit die toestemming af moeten geven. Als dat besef komt. En dat komt. Want het is de waarheid. En dat gaat nogal wat uh, voeten in de aarde hebben voordat wij tot dat inzicht komen. Het gaat überhaupt voeten in de aarde hebben voordat wij opnieuw zullen inzien dat dat wat in de bijbel staat dat dat het woord van God is van die dagen en dat is het nog steeds. En de rest is onzin. Liederlijke nonsens. Op mijn werk heb ik een Mohamedaanse collega die begon over die vaccinatiewetgeving en hij zei van ja uh, wij uh, vanuit ons geloof wij zijn het hier helemaal niet mee eens want Allah heeft ons perfect gemaakt en hoezo zou je dat kunnen verbeteren met chemicaliën Allahu Akbar weet je nog Ja, die jongen, ja, dan kan je dus zeggen, ja, hij is Mohammedan en dan komt in Marokko. En, uh, ja. Maar dit begrijpt hij. En de gemiddelde Nederlander begrijpt dit niet. Wat denk je dat er gaat gebeuren? En het Koninkrijk der Hemelen roept de mensen op om tot de waarheid te komen en te gaan werken. In de wijngaard. En dan op een fatsoenlijke manier natuurlijk. En iedereen krijgt hetzelfde loon. Dat is de afspraak. Kijk dat je je kind uh, mee laat doen aan een landelijke uh, inentingstoestand. Ja, als er sprake is van een epidemie. En, uh, en wat, waar je mee ingeënt gaat worden, dat is ook helemaal uitgetest. En dat werkt hartstikke goed. Nou, en... ja, dan gebruik je dat toch? Maar wat je niet gaat doen, dat is iedereen standaard lopen inenten. Dat is vragen om problemen. Mijn dochter die is om die reden ook heel bescheiden ingeënt. Ik was er heel kritisch op. Er was toen een uitbraak, zei men, van hersenvliesontsteking... En op scholen werd er dan rondgebazuind. En via internet of waar dan ook. Van ja, je moet je kind laten inenten. En ik naar mijn huisarts. En die man die zei doodleuk tegen mij: van ja, dat moet iedereen maar zelf weten. Mijn eigen kinderen die gaan zich laten inenten. En ik vind het een stom idee. Maar ja, mijn kinderen willen het doen. En dan moeten ze dat maar gaan doen. Maar ik zou het niet doen. Dan zei ik: Oké, okay, ik weet genoeg. Dan ben ik thuisgekomen en ik heb gezegd: Nou, dat kind wordt niet ingehaald. begon de moeder van mijn kind, want het was toch een rare vrouw. Als ik wat zei, dan wilde zij altijd een tegenovergestelde mening hebben. Want ze was, uh, naar haar gevoel, uh, een onderdeel van het de vrouwelijke deel der natie. wat al millennia lang onderdrukt was. En nu waren zij aan de beurt om ook een mening te hebben. En die mening moet dan anders zijn dan de mening van een man. Want uh, ja, je moet je laten gelden. Wat de waarheid is, interesseert zo iemand helemaal niet, maar die wil ergens tegenin gaan. Maar ik heb die vrouw de mond weten te snoren. En, uh, mijn dochter is niet ingeënt tegen Meningitas. Daarna begonnen ze over het inenten van de meisjes van de jaren 13, 12, 13 tegen HPV, Humano Papillon virus. Dat zou dan verantwoordelijk zijn voor baarmoederhalskanker. Er is ook onderzoek gedaan. En daarin blijkt dat er een duidelijke correlatie is tussen de leeftijd waarop meisjes seks gaan hebben. en dan de mate waarin dat gebeurt met Jan en alle man. Dat kan je dan categoriseren. Je kan dan meisjes vragen: Nou, wanneer heb je voor het eerst seks gehad? En die jongen, is dat nog steeds je vriendje? Nou, dat is niet. Oh, heb je daarna met andere iemand. Nou, met hoeveel mensen ben je naar bed geweest? Nou, gewoon even turven. Nou, ja, en dat bleek dat de meisjes die zich onthouden hadden van dat soort seksuele escapades. die hadden beduidend minder vaak baarmoederhalskanker. En dat had dus helemaal niks te maken met een humano papillonvirus. Lijkt mij. Dat had te maken met. met Jan en allemaal naar bed gaan. Wat dus kennelijk niet zo gezond is voor je lichaam. En dan vinden we dat gek. Ja, tegenwoordig wel, hè. Ja, de Bijbel, die is er allemaal vrij duidelijk in. Als je het dan hebt over seks, dan zegt de Bijbel heel duidelijk... Van, nou, het is tussen een man en een vrouw. En ja, dat heb je dan uh, alleen als dat een hele serieuze toestand is. Je wordt dan één vlees. En met andere woorden, dat ga je alleen maar doen met iemand die jij heel goed kent. En waarvan je weet, ja, dat is nou de mijne. Dat, dat is mijn man of dat is mijn vrouw. En zo iemand die ken je dan heel goed. Je hebt dingen samen gedaan. En dan weet ik veel, wat je allemaal verjaardagen meegemaakt. En een begrafenis. En je kent haar familie. En zij kent jouw familie. Nou, en dan op een dag, dan neem je het zo serieus en dan ga je seks hebben en met dat je seks hebt gehad, ben je getrouwd. En dan geef je een feest, als je er zin in hebt. Dus wat mij betreft kan je eerst trouwen en dan geef je een trouwfeest, waarom niet? Waarom zou je nou eerst feest gaan vieren en dan pas gaan trouwen? Want trouwen is dat je seks hebt met iemand. Klaar. Dat is de oude moraal. Dat is een toffe ding uit de Bijbel. Ik pak nou Matthäus 20 eruit als voorbeeld. Maar je komt heel makkelijk van het een op het ander. De Bijbel is een tof boek. En het vertelt je wat de ouden... vonden... over de manier waarop... de mens moet leven... En moet denken. En moet handelen. En welke dingen zijn wel belangrijk en welke dingen zijn niet belangrijk. En welke dingen zijn puur slecht. Die moet je zeker niet dan. En wij dan, de, de christenen, mij mogen degenen die nog niet werken voor het Koninkrijk, die het Koninkrijk Gods nog niet hebben gezien. Die dat niet weten, wij mogen ze niet veroordelen. Die moet er begrip voor hebben. Het gaat er niet om dat, dat jij als mens dat je beter bent dan een ander. Het gaat erom dat jij als mens goed bent. Als je goed bent, goed is goed. En al die tijd dat jij niet wist wat goed was, heb je allerlei hele stoute dingen gedaan. En dan vanuit die achtergrond tot het goede komen, uh, maakt jou alleen maar een waardevoller iemand. Omdat je weet wat het is om het fout te doen. Dat heet leren van je fouten. Er is niks mis mee. En dat wij een regering hebben die dus belachelijk bezig is. en die ons helemaal uitknijpt. En, nou, het, ja. Dat is maar bijzaak. Het is niet wat belangrijk is. Wij hebben die onderdrukkende regering omdat wij goddeloos zijn. En die goddeloosheid hier in Nederland. nou, die is morgen niet voorbij. Dat kan ik je wel vertellen. En dat snap jij ook wel. En dat betekent dat die onderdrukking zal blijven aanhouden, die zal sterker worden. En, en voor ons, ja, wat verandert er nou? Ja. Ik heb om die reden, in dit goddeloze land, heb ik ervoor gekozen om nu te werken in de gehandicaptenzorg als schoonmaker. En dat doe ik dan een aantal uren in de week. Dus maar 23 uur. Dus mijn werk slokt mij niet op. Ik heb nog tijd daarbuiten voor genoeg dingen. En het werk is leuk, collega's zijn aardig. En je maakt nog wat mee op een dag. Elke dag is weer een helemaal een nieuw feest hoor. Is echt geen dag hetzelfde. Altijd weer geinig. En ik heb daarmee gekozen voor een plek in deze samenleving die uh, moreel heel acceptabel is. Niemand maakt bezwaar tegen de schoonmaker, als hij tenminste nodig is. En you believe dat ik nodig ben. Of nou, niet ik per se. Ik doe het wel heel goed daar. Ze zijn erg tevreden. Daar ben ik heel blij om. En op die plek, daar moet echt een schoonmaker zijn. Dagelijks. Dus elke dag moeten er 15 toiletten spik en span. Vier badkamers. En dan nog een aantal kamers. En dan nog een aantal gangen. Twee washokken. Elke dag als ik daar het pand verlaat, moet alles netjes zijn. Ik kan niet alles elke dag schoonmaken, maar ik kan het wel bijhouden op alle fronten. En nu is het vrijdag, en nou het dus, morgen wordt er niet schoongemaakt, zondag wordt er niet schoongemaakt, en maandag ben ik dan weer aan de beurt. Nou, dan zou je het zien. Hoor. Maandagen, dat zijn de dagen dan, oh, dan kan je aanpoten. En dan kan je dus ook zien wat er gebeurt met zo'n ruimte als dat niet wordt schoongemaakt. Dat is echt niet grappig. Er zijn mensen daar en die uh, hebben dingen met ontlasting. In de zin dat ze ermee gaan schilderen. En dan is het wel heel erg fijn als er een schoonmaker komt. En dat is, daar zit dus een. Dat zit voor mij een uit een plan. Ik heb nu een jaarcontract, dat is fijn. En als ik nou, uh, nou het zal niks gebeuren, nee, mag ik aannemen en dan krijg ik misschien nog een keer een jaarcontract, maar dan zullen ze weer in vaste dienst moeten nemen. En dat zullen ze dan wel doen. Mag ik hopen. zal wel. Nou, dan ben ik mooi. Uh. Dan, 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 dan zit ik casie. In een sector die. Ze hebben al een enorme bezuinigingsronde gehad. En ja, ik kan me niet voorstellen dat ze er echt nog meer kunnen bezuinigen. En mij kunnen ze dan nog betalen. En dat is mooi. Ik moet wel hard werken, dat wel. Maar dat vind ik niet erg. Ik hoef niet te rennen. Er is helemaal geen stress of zo. Echt niet. Maar als we wel binnenkomen en uh, ja, niet lullen, maar poetsen. En dat is niet erg. Dan gaat de tijd lekker hard. En niet dat jij hetzelfde moet gaan doen, want uh, <laughs> dan werk je mij de markt uit. Maar een soortgelijk beroep. Kies maar iets laags. Iets wat je makkelijk aan kan. Ja, ik kan een carrière maken in Nederland en een business opzetten en dan weet ik van wat. Ik zou er niet per se voor gaan. Ik wil je niet ontmoedigen hoor. Ik heb het idee dat je als ondernemer... Uh, de markt is erg aan het veranderen. En wat met name heel erg verandert in de markt is dat uh, er de hoeveelheid geld is... Uh, verdampt. En dat maakt het moeilijk. Maar ik wil je niet ontmoedigen. Maar in die trant zou ik mijn plan, als ik jou was, je, je plannetje uitstippelen voor Nederland. Voor je, voor, voor je leven hier in Nederland of in Europa of Engeland. Want in al die landen gaat hetzelfde gebeuren. En ik heb dan dit gevonden als mogelijkheid. En jij vindt misschien weer wat anders. Een vriend van mij die werkt in de bouw. Die maakt zich ook nergens zorgen over. Die doet van alles. Dus ook renovatie. En. Ja, hij heeft twee handen. Hij heeft een uitstekende gezondheid. Een enorme bak ervaring. Veertig jaar of zo. Ja, hij kan alles. In principe. Hij zei ook van... Ik blijf lekker doorwerken tot mijn 70ste, wat mij betreft. Zolang mijn lichaam het nog aan kan... wil ik wel vijf dagen in de week werken. heb ik geen enkel moeite mee. Ja, is zoiets... Zo'n soort sector. Heel productief. Niets echt marktafhankelijk. Want de bouw, daar heb je wel eens dat ze. Dan is er weer een bouwstop of whatever, of het geld is weer eens op. En. Ja, dan zijn er wel ontslagrondes en zo. En voor iemand zoals die vriend van mij, die in principe bereid is om van alles te doen. Dat maakt hem echt geen donder uit. Hij vertelde mij, hij was gisteren op bezoek... hij vertelde mij dat hij in een bepaalde periode... het uitzendbureau had niks, of zoiets. En toen was er iemand en die zei van... goh, doe je ook behang afstomen. Dus dan moet je met zo'n stoomapparaat... moet je behang verwijderen van een muur. Dan was hij dus goed. Wat betaald tot? Maar was helemaal niet zoveel. Hij zei, ja, is goed. Heeft hij dat gedaan. Hij heeft ook gewerkt als sloper... Dan zei nog, dat was een hele leuke klus. In Utrecht, in een team, hebben ze een lift uit een flat moeten verwijderen. Of een kantoorgebouw. Dus dan moet zo'n gebouw tegen de vlakte. Maar zo'n lift, dat, die moet netjes verwijderd worden voordat de sloper erin gaat. Ja, maar je kan het toch veel makkelijker doen? Net als met 11 september, dan druk je op een knopje en dan verandert zo'n gebouw helemaal in stof. Dan is de lift ook weg. Ja, maar dat is alleen op 11 september gebeurd. In het echt heb je dat niet. Als je in het echt een gebouw opblaast en die lift stond er nog in, ja, dan zat die lift nog. <laughs> nee, dat wil je dus niet. Zo'n lift moet verwijderd worden. Ja, dat zei hij tegen mij: want dat was een hartstikke leuke klus. Ja, zo zal je moeten gaan denken. En handig is het om iets te kunnen wat niet marktafhankelijk is, zoals goed met je handen kunnen werken. Dit om gewoon voor je loon en je salaris. En los daarvan heb je dus dat Koninkrijk der Hemelen. En dat is je eigenlijke werkgever. En daar, uh, ja, in, op die plek zeg maar, in dat Koninkrijk, uh, moet jij die plek zitten te vinden waarin jij werkt. En dan gaan we verdienen. Dus dat relativeert ook je maatschappelijke bestaan. Wat ook moet. En dat is het mooie aan die hele nieuwe wereldorde met George Bush en die andere concentratiekampbouwers. Met de Gemtrails en al die waanzinnige oorlogen. Neem eens een oorlog in Vietnam. Wat had Amerika daar te zoeken? Helemaal niks. En het is met propaganda. Dingen hebben ze die Amerikanen zo gek gekregen dat ze akkoord gingen. Met uh, mensen van een jaar of 19, een beetje die leeftijd. Uh, naar, uh, naar het Oerwoud te sturen. Met een hele onduidelijke opdracht. De opdracht was namelijk dat het zuiden van Vietnam. dat was een, een harmonieuze hegemonie. van allemaal ja, dorpjes, steden en. Iedereen deed lekker zijn dingetje en niemand was daar echt de baas. Terwijl in het noorden van Vietnam, dat was al onderworpen. Dat was al communistisch. Dus dan is er een oorlog verzonnen tussen het zuiden tegen het noorden. En dan zijn die Amerikanen zich in gaan bemoeien. En onderwijl is het zuiden van Vietnam helemaal onder de voet gelopen. En... Ja. Dus het zuiden van Vietnam is zijn harmonieuze saamhorigheid mooi kwijt. Dat is eenmaal een regimegebied geworden. En dit soort dingen dat doen ze over de hele wereld. Dus wij kunnen wel klagen hier in Nederland dat we het zo slecht hebben. Oh, dit, onze kinderen moeten verplicht gevaccineerd worden. Ja, is ook niet leuk. Maar in andere landen is het net zo'n puinhoop. Dat is echt verschrikkelijk. En het, ja, het maakt voor ons dan duidelijk dat dat hele maatschappelijke succes hebben. Uh, dat is nutteloos. Dat kan je het net zo goed niet willen. Het enige wat dus nut heeft. Het is te werken voor die ene penning. die je verdient in het Koninkrijk der Hemelen. Meer nut is er niet. En dan is natuurlijk de grote vraag of jij dat weet te vinden. Of jij in staat bent om te zien dat het koninkrijk Gods met kracht gekomen is. Daar gaat het om. En het kan helpen om met gelovige mensen te praten. Dat kan helpen. Ik zeg niet dat het moet. Want. Het is toch iets tussen jou en het... Ja, jij moet het namelijk zien. En als jij het ziet, dan... Als je het één keer gezien hebt, dan... Ben je nooit meer dezelfde. Dan heb je een... Dat noemen ze wel wedergeboren worden. Dus het is net alsof je een nieuw begin maakt. Het is ook letterlijk zo. Alles begint overnieuw. En je hebt dezelfde omgeving natuurlijk, je hebt dezelfde spullen. En, en je, je gaat er heel anders in staan. Dat zal je dan wel merken, als het je overkomt. Dat je heel anders gaat kijken naar bezit. Dat is ook zo'n ding nu: hè? het privébezit, daar hebben ze het op gemunt. Hè? Dat al die bezittingen gaan uh, vervallen aan de staat. Dat is wat er gaat komen, dat heet communisme. Dus niemand is meer eigenaar van een productiemiddel. En daar gaat het uiteindelijk om, de productiemiddelen. Waarmee we voedsel kunnen produceren en andere kleding en noem eens wat auto's. En al die, dat is de productie, de, de middelen daarvoor. Ja, die zullen allemaal vervallen aan de staat. Dus de staat wordt eigenaar van alle productiemiddelen. Dus het heeft niet zoveel zin om je dus nu te gaan verdiepen in het vergaren van productiemiddelen, want ze worden van je afgepakt, vroeg of laat. Ja, dat ik het weet, het is een gewaarschuwd mensstel voor twee. Aan de andere kant, als jij dus inziet dat het koninkrijk God met kracht gekomen is. Dan zullen die middelen, die bezittingen, dat, dat zal je echt helemaal niks meer interesseren. En dat is precies waar je heil zit. Als de staat zo nodig eigenaar wil zijn van al die middelen, oh, afgeven. Dat is over jullie al hier, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Helemaal niet druk over maken. Daar zit je meest eenvoudige weg uit deze misère. Eigenlijk de enige weg. Het leven is er voor jou om als rechtvaardig mens dankbaar te zijn voor dat wat je gekregen hebt. En vanuit die dankbaarheid te gaan leven. En het eerbied voor de, de schepper. En uit respect voor de schepping. En dat zal komen. Ik zie het namelijk. Want het valt me op dat het, wat je nu ziet glinsteren. dat zijn hele kleine lichtpuntjes. Maar dat maakt niet uit. Kijk, die massa's die heden ten dagen nog lekker naar tv zitten te kijken. Ja, ik weet dat ze dus zijn. Maar dat maakt niet uit. Niet belangrijk. Het gaat om jou. En wat jij doet in deze krankzinnige maatschappij. Ledig staan op de markt. Of ga je aan de slag? En het fijne is dat je dus in dit verhaal niet te horen krijgt wat jij dan moet gaan doen. Nee, want dat ga je lekker zelf bepalen. Dat is nou precies waar het om gaat. Jij zal tegen die tijd weten wat je moet gaan doen. In het christendom uh, geldt wel die uitspraak: als er dingen gebeuren die zo mooi, uh, waarbij dingen op hun plek vallen, hè, dat we dan zeggen van ja, dat is de Heilige Geest. Dit is georchestreerd. Het is allemaal voor mij klaargezet. En ik kon dat gaan doen. Ik kreeg allemaal mogelijkheden aangeboden. En daar ben ik op ingegaan en het voelt goed. Denk daar maar over na. Je hebt niets te verliezen. Het enige wat je te verliezen hebt, dat zijn overbodige bezittingen. En overbodige bezittingen, wat heb je er aan? Heb je? Christus heeft gezegd: geef alles weg. En dan zeg ik niet dat je dat letterlijk moet doen. Maar ik zeg je wel dat je in je hart afstand moet nemen van al je bezit. En zie je bezit maar als uh, handenbindertjes, uh, iets waar je verantwoordelijk voor bent. En, en dat je uiteindelijk wel zover gaat komen dat je denkt: ja, ik wil er zelf vanaf. Ik, ik weet een manier om mijn auto weg te geven. Echt in het echt dan, hè? Zodat <laughs> je je auto aan een ander geeft. Dat je dan nog blij bent ook. Ja, yeah, yeah, yeah. ik ben van die auto. Door een flauw voorbeeld voor mij. Ik had vroeger een auto. Ik heb een heel lange een auto in mijn bezit gehad. En tegenwoordig niet meer. En ik ben hartstikke blij. Als ik moet rijden met een auto, dan, dan bel ik met Wim. Wim gaat de tuin. We delen zijn auto met een mannetje of twee. En nog twee, één andere zit er nog bij. Met ze drieën delen we. Nou, dan moet ik Wim even bellen. Dan krijg ik de auto mee. Hartstikke makkelijk. En voor de rest uh, is het Wim die ermee rijdt. En ik heb geen auto meer. En ik hoef ook niet meer te denken om de APK-keuring en de, die andere dingen met de verzekering en uh, wegenbelasting en al die toestanden. Dat doet Wim allemaal. <laughs> Ja, ik heb het makkelijk in die zin. En ik ben al 60, dat maakt het ook heel makkelijk. Maar jullie worden ook op een dag 60. Oh ja. Heb ik alvast een tip aan de hand gedaan: geef alles weg. En op zijn hamburgs zegt deze geluksvogel tegen jullie: tjus en dag lieverds.